hoorde jou niet meer, dat ik kan beginnen. Ja, misschien kan beginnen. Mooi, en jullie horen mij ook. Mooi zo. Een oud Chinees spreekwoord dat luidt... Geen prestatie. Ja? Jullie horen mij? Ga maar door, Maxime, je bent live. Ga maar door, Een oud Chinees spreekwoord dat luidt dat we maar in interessante tijden mogen leven. Nou, ik denk dat we dat tegenwoordig wel doen. Maar we leven vandaag de dag eigenlijk niet meer in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. En los van het feit dat we te maken hebben met de uitdagingen die het coronavirus ons biedt, krijgen we de komende jaren te maken met hele grote veranderingen op het gebied van technologie, verduurzaming, urbanisatie. En die maatschappelijke ontwikkelingen die gaan echt razendsnel. De vraag is natuurlijk welke impact die hebben op de bouw- en infrasector en hoe we daar goed op kunnen inspelen en tijdig op kunnen inspelen. Om dat te kunnen beantwoorden, hebben we als Bouw in Nederland eigenlijk een aantal scenario's geschetst, of die gaan we schetsen, ook in een toekomstverkenning nu bouwen en morgen. De bedoeling is dat we dat eind van dit jaar presenteren. Tuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar tegelijkertijd weten we zeker dat we niet kunnen afwachten. En we willen dus als Bouw in Nederland ook voor onze leden handvatten bieden om de ondernemers de mogelijkheid te geven om een eigen strategie voor die toekomst te bepalen. Nou, tijdens dit verbindingsfestival wil ik jullie eens even inzicht geven in de vier belangrijkste thema's van die verkenning, waarmee we dus onze leden, maar ook onze partners, hopen te inspireren. Daar gaan we echt die uitdagingen, kansen agenderen, die uit die analyse van de trends en de ontwikkelingen naar voren komen. En we willen uiteraard onze leden stimuleren om zich op die mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden. En vier centrale thema's. Die vier centrale thema's van die toekomstverkenning van Bouw in Nederland zijn ruimtelijke spreiding van functies, energietransitie en infrastructuur, de energieinfrastructuur, toekomst van werk, maar ook de waarde van bouwen. Nou, om te beginnen, die ruimtelijke spreiding van functies. De grote vraag wordt natuurlijk hoe we die verschillende functies, waaronder werken, wonen, recreëren, hoe we dat organiseren in Nederland. Gaan er stedelijke gebieden ontstaan waarin we de functies zoveel mogelijk rond die inwoners concentreren? Of spreiden we die functies juist door heel Nederland en zorgen we dan met een optimale infrastructuur voor hele goede en snelle bereikbaarheid, bijvoorbeeld door hoogsnelheids personenvervoer, hoogsnelheids goederenvervoer, zoals de Hyperloop. En de vraag is ook van hoe krijgen we de ruimtelijke spreiding van die functies georganiseerd? Gaat dat vanuit een centrale regie komen, dus van bovenaf, landelijk, of laten we dat organisch ontstaan door de ruimtelijke ordening over te laten aan de decentrale overheden, met alle consequenties van dien, met betrekking tot dienstverlening, versnipperde besluitvorming. Dat soort vragen behoren daar te behandelen. Met betrekking tot de energietransitie en de energieinfrastructuur is het duidelijk dat onze energievoorziening hoe dan ook gaat veranderen. Er komt verduurzaming op alle fronten. En de vraag wordt van hoe zorgen we nou dat we die hoge ambities die we hebben als samenleving, als sector, maar ook vanuit het klimaatakkoord geredeneerd, hoe we die hoge ambities kunnen gaan halen. Neemt de overheid strakke regie? Of zorgt voortschrijdende technologie voor innovatie van onderop? Stimuleren we de noodzakelijke innovatie van onderop of dwingen we die af van bovenaf? Of stimuleren we dat van bovenaf? Krijgen we juist een combinatie van beide? Hoe gaan we die transitie vormgeven? Gaan we meer modulair bouwen, gaan we gebruik maken van volledig circulaire elementen, plastic growth, allemaal dat soort zaken. Maar ook een vraag van hoe zorgen we nou dat de inwoners van Nederland die noodzakelijke stappen zetten. Ontzorgen we of verplichten we? Bernard Wientjes sprak daar zojuist ook al over de noodzaak van ontzorgen. Derde thema, toekomst van werk. Jacco Vonhoff refereerde daar eigenlijk ook aan.
Die bouw die kenmerkt zich door een cyclisch aanbod van werk. In de crisis van 2008-2013 verloren we meer dan 100.000 arbeidskrachten in de bouw. De afgelopen jaren werkten we juist weer met man en macht aan het vergroten van de instroom. Dreigden we voor de komende jaren een tekort van arbeidskrachten van zo'n 60.000 man-vrouw. En nu op dit moment doen we er weer alles aan om te voorkomen dat de bouw piepend tot stilstand komt door corona of door de recessie die daarop volgt. Door de stikstofproblematiek, et cetera. Dus de vraag is ook, zal dat cyclische karakter, zal dat in de toekomst veranderen? Ontstaat er meer een constante vraag naar werkzaamheden? Welke consequenties heeft dat dan voor de arbeidsmarkt? Krijgen we minder pieken en dalen? Meer vaste arbeidskrachten, minder flex? Of blijven we conjunctuurgevoelig met reorganisaties en uitstroom tijdens economische neergang, afgewisseld met grote tekorten aan arbeidskrachten bij hoogconjunctuur? Of gaan we bijvoorbeeld zorgen met fabrieksmatig en modulair bouwen, automatisering, dat er meer flexibiliteit in die bouwproductie kan komen? Andere vraag die hierbij een rol gaat spelen is van welke vaardigheden de werknemer van morgen nodig heeft. Meer techneut dan krachtpatser. Implementeren we straks augmented reality om medewerkers op de bouwplaats van aanvullende informatie te voorzien. Dat soort elementen komen hierbij ook aan de orde. Ten slotte de waarde van bouwen. Maatschappelijke uitdagingen zijn enorm. Verduurzaming, klimaatadaptatie, voldoende woningen, bereikbaarheid, circulair modulair bouwen. Nou, en om Nederland vorm te geven in die toekomst, is het evident dat dat niet zonder de bouw kan. Maar de vraag wordt wel, van welke rol gaan we als bouw in deze ontwikkelingen spelen? Gaan we anderen faciliteren? Of nemen we taken over in de keten? En worden we alleen uitvoerder of juist producteigenaar? Gaan we ons zorgen via leasecontracten? En bouwen we als bouwbedrijven in de toekomst geen huizen meer, maar gaan we wonen aanbieden? Bijvoorbeeld zoals Signify tegenwoordig licht aanbiedt in plaats van lampen. Gaan we door projecten als bijvoorbeeld infrastructuurprojecten als bijvoorbeeld de aanleg van de N739 in Overijssel, waar ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud als één geheel gezien wordt? Want in zo'n geval, dan ga je dus als overheid niet meer betalen voor de aanleg of het onderhoud van een weg, maar ga je betalen voor de mogelijkheid om er vlot overheen te kunnen rijden, om vlot van A naar B te gaan. Dus nou, dat zijn eigenlijk vragen. En voor elk thema, voor al die vier thema's, zetten we steeds twee beelden tegenover elkaar, die in zekere zin spiegelbeelden zijn. En bij belangrijke onzekerheden kunnen er dus ook tegenovergestelde afslagen op weg naar die 2030 genomen worden. En de vraag die we aan de orde willen stellen, welke afslag is de juiste? Zijn er nog andere mogelijkheden? Nou, het zijn dus geen voorspellingen, geen mensbeelden, maar juist prikkelende beschrijvingen van een mogelijk toekomstige werkelijkheid die vaak flink verschilt van de huidige situatie. En wat we in ieder geval willen laten zien, is dat die toekomst niet uit losse ontwikkelingen bestaat, maar juist een samenspel is van technologie, technologische ontwikkelingen, beleid, markt en maatschappelijke uitdagingen. En die zijn samen juist bepalend voor hoe de vraag, hoe het aanbod en hoe de sector er straks zal uitzien. Nou, en we gaan dan het gesprek juist aan over de toekomst en over de impact op onze sector. Nou, naast bedrijven, ondernemers en specialisten uit de sector zelf hebben ook deskundigen op andere terreinen bijgedragen aan die toekomstverkenning. Bijvoorbeeld Matthijs Bouwman, die over het thema waarde van bouwen een essay schreef over zijn huis in 2030. Of Alexander Rinooy-Kan, die zijn visie heeft gegeven over de toekomst van werk. En we gaan ook, en hebben dat ook deels al gedaan in diverse expert- en denksessies, het gesprek aan over die thema's en verkennen op die manier ook de impact in onze sector. Wat we natuurlijk tot nu toe nog niet goed bekeken hebben, maar wat onmogelijk genegeerd kan worden, is natuurlijk het coronavirus. Want in geen van die toekomstbeelden die we tot nu toe geschetst hebben, werd met een dergelijke ontwikkeling rekening gehouden. Maar de afgelopen maanden hebben we laten zien dat we dat toch moeten doen. Hoe ga je om met een pandemie? Hoe ga je om
met beperkingen. En we hebben juist gezien dat het ons met de nodige aanpassingen lukt om door te bouwen. Maar de vraag is in hoeverre het coronavirus, dan wel die anderhalve meter maatschappij, gevolgen zal hebben voor de manier waarop we de komende 10 jaar huizen, kantoren en wegen bouwen. Dus in de verkenning zal de mogelijke gevolgen van het coronavirus en dat nieuwe normaal zal ook onderdeel uit moeten gaan maken van onze uiteindelijke toekomstverkenning. Nou, we zijn dus nog in volle gang. We hopen het eind van het jaar te kunnen presenteren. Maar de verkenning Bouw en Infra 2030 is naar mijn mening relevanter dan ooit. En u kunt ons blijven volgen, niet alleen aan het eind van het jaar als we de toekomstverkenning presenteren, maar ook via de website van Bouwen Nederland en dan /nubouwen aan morgen, die we daar speciaal voor in het leven hebben geroepen, kunt u ook de verdere voortgang eigenlijk blijven volgen. Ik dank u wel en ik roep u op om ook naar die site te gaan en eens deel te nemen aan de discussie.